Journalist Jason Pinas is vandaag mishandeld door de beveiliging van vicepresident Ronnie Brunswijk. De Surinaamse Vereniging van Journalisten, SVJ, keurt het gebeurde ten strengste af. Na zeggen van SVJ-voorzitter Kala Boetius, die met afschuw kennis heeft genomen van het voorval, was Pinas bezig met zijn werk. Volgens de SVJ-voorzitter was er een protest gaande bij het parlement, waar de journalist verslag van deed. Toen Pinas een foto wilde maken, zou er een gehaal en getrek zijn ontstaan met de beveiliging van de VP. En dat was reden voor de veiligheidsmensen om hem aan te vallen, te wurgen, te trappen, te schoppen. Nee, dat zullen we absoluut niet zo laten. En wat gaat SVJ precies doen? De SVJ is nu bezig, het bestuur, we zijn bezig alle feiten op een rij te zeggen. Want we hebben begrepen dat het ook bij de aangifte, hij heeft aangifte gedaan. Maar hij weet niet of het proces correct is afgehandeld. Dus dat willen we ook weten, of dat de procedure is bij het doen van aangifte. Daarover gaan we praten met OPZ van het korps. En daarna gaan we ook de vicepresident proberen te spreken te krijgen. Want u weet het, zoals elke goede journalistieke procedure betaamt, moeten we hoor en wederhoor toepassen. Dus dat gaan we doen. Maar feit is, wat er ook is gebeurd, nu al keuren we wat er is gebeurd af. Dus we weten niet wat de vicepresident daarover te zeggen zal hebben. Maar in elk geval, de SVJ keurt dit ten stelligste af. We hebben ook vernomen dat zijn telefoon is afgepakt. Weet u iets daarover? Ja, dat zegt hij, want we hebben hem via een collega bereikt. En dat kan niet, want de beveiligers zijn beveiligers. Zij zijn niet het Openbaar Ministerie. Zij zijn niet het Korpspolitie Suriname. Zij zijn niet degene die dat recht hebben om iemands bezit af te pakken. Ook in het parlement is er kort na het gebeuren aandacht gevraagd voor deze kwestie. Rabin Parmisser van de NDP werd het woord ontnomen. Voorzitter, ik breng een punt van orde. Want er heeft enkele ogenblikken terug een ernstig voorval voorgedaan. Waarbij een journalist in elkaar getimmerd is door veiligheidsagenten van de vicepresident. Hier, voorzitter, op het terrein, aan het einde, bij de straat. En ik wil dringend... Maar, Parmisser, wat heeft dat te maken met de orde van de vergadering hier? Ja, maar daarom vraag ik om dit dringende punt... Nee, Parmisser, het is goed dat u de mededeling doet, ja. Maar dat heeft niks met de orde van de vergadering te maken. Zeer tot mijn spijt. Nee, ik ga u verder niet toelaten. Maar dan, een vrije mening... Nee. Geachte leden... Als u moe bent met vergaderen, moet u dat aangeven. Ik schors de vergadering kort. Na de schorsing hebben leden van drie fracties het handelen van de beveiliging van de vicepresident besproken. Ze keuren het af dat er op zo'n manier wordt omgegaan met persvrijheid en vrije meningsuiting. Bij de hervatting van de vergadering gaf vicevoorzitter Deo Sjaarman aan dat er een onderzoek gaande is naar het gebeuren. Op aandringen van de BEP-fractie gaf Sjaarman aan dat de bevindingen van het onderzoek gedeeld zullen worden met het publiek. Het kabinet van de vicepresident is nog niet met een verklaring uitgekomen.